Kijk, dit is ze, Lili Steinmüller, op deze nogal gewaagde foto. Gewaagd omdat het meisje op de foto voor die tijd nogal schaars gekleed poseert. Maar ook gewaagd omdat zij Duits is en de maker van de foto een dolverliefde Poolse dorpsfotograaf. En dat was een levensgevaarlijke combinatie in het Polen van 1943. Laten we maar beginnen te vertellen hoe we aan die foto kwamen. We waren bezig met een in West-Europa vrij onbekend verhaal. Het verhaal van het generaalgouvernement. Van dit groene boerenland hier in Polen wilde Himmler een gloednieuwe provincie van Duitsland maken. Als onderdeel van zijn Germanisierungsgürtel. Binnen 15 jaar zou er een rij van raszuivere Duitse nederzettingen moeten komen, van Leningrad tot aan de Krim. Daarbinnen zouden alleen maar Duitsers wonen. Alle dorpen en steden zouden hun oude Duitse namen terugkrijgen of er werden nieuwe voor verzonnen. En dit stadje, Zamość, zou Himmlerstad moeten gaan heten. De eerste zuivere SS-kolonie in Polen. Op 16 oktober 1942 werden alle Joden van Zamość op vrachtwagens geladen en naar het vernietigingskamp Belzec gebracht. Een maand later, aan het begin van de winter, kregen ook de andere inwoners van het stadje en de omliggende dorpen plotseling de aanzegging om te vertrekken naar elders. Ze moesten zelf maar uitzoeken waarheen. Vervolgens werden de leegstaande dorpen gevuld met zogeheten Volksdeutsche. In het museum van Zamość legt de conservator nog eens uit waar de Duitse kolonisten vandaan kwamen. Wprowadzano jest ich z Siedmiogrodu, czyli ówczesnych Węgier, obecnie Rumunii. Sprowadzano ich z Besarabii, czyli tutaj tereny Mołdawii. I oni byli osiedlani, mieli tworzyć taki jakby wał zaporowy przed działaniami odwetowymi ze wschodu. Wat er met de verdreven Polen gebeurde, kon de Duitsers weinig schelen. Dus zwierven er die winter van 42 duizenden dakloze dorpelingen door het land. Sommigen kwamen in kampen terecht. Anderen stierven langs de kant van de weg. Af en toe probeerden ze ook terug te keren naar hun inmiddels door Duitsers bewoonde huizen. Net als we ons die chaos proberen voor te stellen, komt de conservator met een fotoboek aanzetten. W naszym muzeum znalazła się kolekcja negatywów, które zostały przekazane i w momencie, kiedy je segregowaliśmy, kiedy usiłowaliśmy się zorientować, co to jest za kolekcja, okazało się, że dotyczą one tylko jednej wsi i jej najbliższych okolic. Het is een historisch juweeltje, deze collectie. Honderden foto's gemaakt door een amateurfotograaf die die hele periode in het dorp Siemnitzy heeft doorgebracht. Felix Lukowski. Dit is hem. Dit ook. Hij fotografeerde alles in Siemnitzy. Van de laatste Joden, voor ze werden afgevoerd, tot de nieuwe Volksdeutsche en daarna de binnenvallende Russen. Natomiast jedną z najpiękniejszych fotografii jest fotografia osobiście mu znajomej w tej samej wsi mieszkającej pięknej dziewczyny Niemki, Lili Steinmüller, która w Siemnicach mieszkała razem z dwoma braćmi oraz z rodzicami. Zo kwamen we dus aan Lili's foto. En dat beeld liet ons niet meer los. Een prachtig, wel heel erg Germaans blond meisje in een Poolse visvijver in 1943. Hoe was ze daar terechtgekomen? Ze moest een van die Duitse kolonisten geweest zijn die in dit deel van Polen moesten eindeutschen. Wat zou er daarna met haar gebeurd zijn? Zou ze nog leven? En zo ja, waar dan? Felix, de fotograaf, leefde niet meer. Dus hadden we maar één aanknopingspunt. Het dorpje uit het fotoboek, het dorp met de vijver waar Lili zo stralend uitkwam. Siemnitzy. De meeste dorpelingen hebben het fotoboek nooit eerder gezien. Uit het gekakel van de dorpsvrouwen probeert Marek, onze Poolse gids, wat zinnige informatie te destilleren. Tą panią może znali panie, to jest ta Lila Steinmüller.
Aha, co tutaj nie. Nad stawem pozowała panu Feliksowi? Tak, to Niemka. Niemka, tak, ale ładna. Bardzo ładna. Mówisz, wszyscy, że w Siemnicach najładniejsze panny. Heel veel verder komen we niet. Behalve dat de vrouw met de ene tand nog even wil benadrukken dat die Lily nu ook weer niet zo mooi was. Eerder iets te breed van onderen. Dat we het maar weten. En als we meer willen, dan moeten we naar het andere eind van het dorp. Naar Casimir Sen, het voormalige dorpshoofd. Oh, oh, daar is het. Daar is het. Ile pan miał lat wtedy? 16 lat, 17. A chciałem panu pokazać dziewczynę. No, niech pan pokaże. Kogo pan tu zna? Leonki siostra, to Ilka. A więcej coś o niej może pan opowiedzieć? No więcej tak o niej nic nie wiem, bo to Polacy raczej do niej nie podchodzili, bo się bali, wie pan, bo to nie wolno było z Niemcy, z Polakami się spotykać. Dziewczęta z niemieckich, z polskimi. Ale jednak polski fotograf? A ona, ten felu był przystojny, gdzieś pan w nim zakochała też. Casimir Sen blijkt een ijzeren geheugen te hebben. Hij herkent iedereen op de foto's en weet nog van dag tot dag wat er in die tijd gebeurde. 4 maanden voor de Duitse kolonisten hun huizen in beslag namen, was eerst het Duitse leger het dorp binnengevallen. Kiedy to była niedziela w 40. On wpadł mój, uciekajcie, bo wieś okrążona, Niemcy nas okrążyli. Będą pacyfikować Siemnicę. A tu na moim ogrodzie, tam z tyłu, proszę pana, stali z RKM-em, bo wieś była okrążona. Jak myśmy wyskoczyli tutaj, że nas zobaczyli, to już z RKM-u, proszę pana, za nami walił już. I tu w doli, to teraz do mnie należy, a tu był, takie budynki były gospodarcze. Myśmy do tych budynków się schowali. Słuchamy Niemcy, pani tego. Ja sobie myślę, a jeden z nami był taki starszy gość i miał astmę i kaszlę, wie pan. Ja sobie myślę, on nas zdradzi. Ja byłem małym chłopakiem, ale trochę myślał. I ja od tych trzech wyrwałem się tutaj do siebie. Tu były takie budynki, takie stare, przedwojenne. I ja się wdarłem na górki, tam gdzie były krowy, koni. Tam trochę koniczyny było, żebym się tak przykrył. I słucham już. Tu niedaleko. Jęk, słucham tego. No, po małej chwili pobili tego. Ja wychodzę na wieś. Lęk i płacz. Mówił, tu u kuzynia pobity. Przychodzę, proszę pana. Die eerste keer vertrokken de Duitse militairen na de slagpartij weer. Nadat ze de dorpelingen bevolen hadden de her en der verspreid liggende lijken ter plekke onder de grond te stoppen. Een paar maanden later, in juli 1943, moesten de bewoners opnieuw hun dorp uitvluchten. Dit keer om plaats te maken voor de Duitse kolonisten, waaronder de familie van onze Lily. Van tevoren waren de boerderijen in Siemnitze genummerd. De beste werden natuurlijk toegewezen aan de Duitsers. Na een week keerden de bewoners voorzichtig terug. Ze konden niet meer doen dan zich met z'n allen installeren in de niet door de Duitsers in beslag genomen huizen. A sąsiad był Niemiec? Niemiec, Steinmiller. On gdzieś pochodził z Rosji, cała, bo ich 3 bracia byli. Aha. Tutaj, Steinmillerów, wie pan? Oni pochodzili z Rosji gdzieś, widziałem tam gdzieś z głębokiej Rosji. Jakaś tam wieś była zniemczona i oni tam. Casimir zelf was toen 17. Hij bemoeide zich niet zoveel met de oude Steinmüllers. Samen met zijn vriend, de fotograaf, maakte hij liever werk van de dochter, Lily. Er blijken nog veel meer Steinmüllers in het fotoboek te staan. De broer van Lily bijvoorbeeld, Fritz, die voor de Duitsers vocht aan het Oostfront. En een andere broer, Lonka, die kleine hier, in het midden. Maar waar is Lily? Waar is Lily nu? Casimir Sen heeft geen idee. Maar wat hij wel weet is dat Lily's broer, deze Lonka Steinmüller, na de oorlog in Polen is gebleven. Hij zou nog ergens in de buurt moeten wonen. Przepraszam, mogę coś się pana zapytać? Czy może pan wie, gdzie mieszka tutaj rodzina Steinmüllerów? Het kost 2 dagen bellen en zoeken voor we hem uiteindelijk vinden. Zisław Steinmüller,
de zoon van Lily's broer Lonka. Hij woont nog geen 80 kilometer verderop. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tutaj mieszka pan Steinmiller? Tutaj, tutaj. Samochodu nie widzę. Lonka zelf is in het jaar 2002 overleden. A tą książkę przedtem pan nie widział nigdy? Nie. Nie, pierwszy raz. Widzi pan dziewczynę tam? Niech pan zobaczy. Lilia. To ciotka pana. I ojciec nie mówił, że ma taką siostrę? Nie. To znaczy Lila, no właśnie, nie wiem, czy teraz Lila. Ook de foto van zijn vader Lonka, de broer van Lily, komt als een verrassing. Jest. Tu w środku. Tu w środku jest, tak. Ojca młodego. Nie miał żadnych zdjęć, nic. Bo przecież to jest, no, identyko, no. Tyle, że starszy. Dzisław's vader sprak met zijn gezin nooit over de oorlogsjaren. En ook niet over zijn zuster. Als hij het al een keer deed, vertelt zijn zoon, dan moest hij altijd huilen. En dus weet Dzisław niets. Niets van zijn familie, niets van zijn tante Lily, niet waarom zijn vader na de oorlog in Polen is gebleven. Voor het eerst van zijn leven gaat Dzisław naar Siemnice, het dorp waar zijn vader als kind van Duitse kolonisten samen met zijn zusje Lily in de oorlog in een huis van een Poolse familie woonde. Lonka is inmiddels overleden, dat weten we nu. Maar wat is er met zijn zusje en hem precies gebeurd toen? Toch maar weer even langs bij de andere mooie meisjes van toen. Lonka, pamięta pani? Lonka. No. Pamięta pani Lonkę? No pewnie, że tak. On się z nami przecież kolegował, bawił się z nami. Stukje bij beetje krijgt Dzisław het verhaal van zijn vader Lonka duidelijk. En begrijpt hij beter waarom zijn vader er vroeger met zoveel tegenzin over sprak. Want misschien gedroegen de Steinmüllers zich nog wel redelijk keurig in Siemnice. Ze bleven voor de dorpelingen toch Duitsers. En wat die een jaar voordat de kolonisten arriveerden in het dorp hadden aangericht, daarover praten de dorpelingen liever niet meer. In październiku, proszę pana, przyszedł rozkaz sołtysowi, żeby tak jakby dziś, żeby jutro rano wszystkich Żydów w jedno miejsce. I tutaj pobili, tu w Siemnicach. Ich tam gdy prowadzili i tu kazali im tam pod te burty, proszę pana, podprowadzili, kazali uklęknąć na kolana. Wszystko poklękało, a dzieci małe, jak to dzieci, odwrócili się tam do Niemców. A ich było pięciu, zdjął maszynowy karabin pani i coś tam do tych dzieci szwarnął i po tych dzieciach, najpierw po tych dzieciach, a później już. Tylko włosy fruwali. Z rozrywnych kul czy coś bili. De kans dat de Steinmüllers daar iets van hebben geweten is klein. Die kwamen pas in de zomer van 1943 in Siemnice aan. En lang hebben ze er niet gezeten. Vanuit de bossen werden ze voortdurend belaagd door partizanen. Hier trots poseren voor onze dorpfotograaf Felix. En in 1944 vielen de Russen het dorp binnen. Ook niet te beroerd om zich door Felix te laten vereeuwigen. De Steinmüllers waren toen al, net op tijd, en met alle andere kolonisten het dorp ontvlucht. Met paard en wagens richting Duitsland. Hier tam proszę pana koło Lupinika, to okropny tabor był, bo to wszystkie ci z tej naszej miejscowości jechali. I wojsko, i oni, to się tak zmieszało. Jak najechali ruskie te samoloty, wie pan, pod Lupinikiem. Jak ich zaczęli tam lupić, bombardować. No to nie wiadomo, czy nasi furmani pouciekali, a mówi tam nabitych było i już nikt nie wie, co się z nimi stało. Vanaf dat moment loopt ons spoor dood. Dan krijgen we een hoopvol telefoontje uit Nederland. Hoopvol zowel voor ons als voor Dzisław. De redactie thuis is erin geslaagd via allerlei omwegen ene Lily Steinmüller te achterhalen. In Rusland. In een klein dorp achter Smolensk met de prachtige naam Zabolotje. Dorp achter het moeras. Ze is 87 jaar en volgens de redactie schreeuwt ze zo hard
dat je haar ook zonder telefoon kunt verstaan. Ja, ze heet Lily. En ja, ze herinnert zich een Pools dorp Siemnitzje. En ja, ze had een broertje Lonka, van wie ze sinds 1944 niets meer heeft gehoord. Achttien uur later zijn we in Smolensk. Vandaar brengt een busje ons naar Zabolotje, het dorp achter het moeras, waar de zwarte Volka van de zoon van Lily ons de weg wijst. A ja się pierwsze do babci, cioci. Nie wiedziałem co przywieźć. To mnie. A to mam. Jeszcze raz. Zdzisław. Tu pisze Lili Steinmiller. Co to ja jej nie pochodzę. Ja? A to? A to? Pisiut, Lili. A może być to ja. Może być i ja to. To już tyle lat minęło. 60 lat. No to już to... Da. We pakken de draad weer op. Waar waren we gebleven? Na het bombardement door de Russen, waarbij Lonka verdwenen was, kwam Lily in een vluchtelingenkamp in Duitsland terecht. We немножко были под ними. Потом начали они равнять линию. Да, это, не русские с американцами. Американцы, yeah. Вот. Когда они поменяли линию эту фронта свое, освобождение, русские начали собирать людей, которые из России вывезены в Германию. Нас опять собрали и по областям стали отправлять домой. Но вы же приехали с бабушкой из Галии. А где домой? До Старой Русина? До Старой Русы. Да, приехали мы Старой Русы. Я, мама и Галя. У нас ни дома не было, ничего не было, ни покушать не было. На кучу мы поселились, в свои мешки, и на улице неделю жили. Потом нас взяли, одна семья, в дом. Мы у них жили. Ну, невозможно, я немного поработала в колхозе. Потом начали у меня ноги болеть. Daarna bleek dat Lily's opa en zijn zoon als dwangarbeiders in de Aziatische Sovjetrepubliek Tajikistan terecht waren gekomen. Ze vroegen Lily om naar hen toe te komen. Maar daar braken, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, begin jaren 90, opstanden uit. En opnieuw moesten de Steinmüllers vluchten. Zo kwamen ze uiteindelijk in het dorp achter het moeras terecht. Het gesprek gaat nog uren door. Voordat Czesław teruggaat naar Polen, krijgt hij nog foto's van alle familieleden mee. Lily's dochter schrijft achterop wie wie is of wie wat was. En dan, als Lily de volgende dag nog eens goed naar het fotoboek kijkt, neemt het verhaal een wel heel onverwachte wending. Nou, het is een fout. Het is niet ja, het is Lida. Lydia. Lydia. Да. Ага, не Лила, только Лидия. Да, да. Это тоже не я. Не, не, не. Ты пишешь Лила, Штейнмиллер. Штейнмиллер, ну, так написано, но не я. А это не тетя? Это тоже это же самое, Лидия. Лидия? Да. Het is een beetje pijnlijk, maar we zitten verkeerd. Lily is helemaal niet het meisje van de foto. Het onderschrift in het boek blijkt niet te kloppen. Het meisje van de foto is niet Lily, maar haar nichtje Lydia. Lydia? Mm-hmm. I Lydia. I Lydia, da. A to Lily? Da. Ja? Da. Czyli ta Lily? Da, вот это Lily. Ta Lila. A gdzie Lydia теперь? В Германии. Только мы с ней не переписываемся. Не знаю, где она, но в Германии они. Tja, voor Czesław maakt het niks uit. Wij wilden zo graag het meisje van de foto in de vijver vinden. Maar hij heeft, met Lily, in elk geval de zus van zijn vader teruggevonden. En een heel stuk van de familiegeschiedenis opgehelderd. Dus kan hij terug naar huis. Czesław stapt in Warschau uit.
wij reizen door naar Nederland. Met nog één tussenstop natuurlijk. Het Duitse Germersheim. Want daar zullen we haar dan toch eindelijk vinden. Lydia Steinmüller, het meisje van de foto. Das gibt's doch nicht. Können Sie sich das erinnern? Ja, jetzt wo ich das sehe, jetzt weiß ich's ja. Und es sieht aus, ob Sie ins Wasser gegangen sind? Ja, baden gegangen, ja. Aber ich kann mir nicht erinnern, dass ich mit diesen Jungs da war. Aber einer von denen war mir immer auf der Schliche, war mir immer hinter mir. Aber ich habe mit ihm gar nichts gehabt. Aber also gut befreundet waren wir immer, so wie Jugend halt ist. Wir waren zusammen, aber das war nicht so enge Freundschaft. Und einer war Fotograf, der Felix, also die zwei Jungs, der Blonde, und der hat mich, wo er mich nur getroffen hat, hat er mich ausspioniert, wo ich auch nicht wusste, hat er immer fotografiert. Ja, war ein hübscher junger Mann, und der andere war blond, der Kasimir. Kasimir hatte er? Ja. Haben wir auch noch auch ein bisschen welliges Haar hat er gehabt. Der Kasimir ist mir so immer nach, und der war auch, die waren beide immer zusammen, Felix und Kasimir. Panie Kazimierzu, niech pan spróbuje powiedzieć coś, to pokażemy Lili parę słów. No nie, co, był mieszkaniec Siemnic. Pozdrawiam ją. Pozdrowienia ja pani Lili. Z Siemnic. Dobry będzie. Dobry wieczór. Ja pięknie pani liczyć. Pięknie pani, ich verstehe alles, was er sagt. Może się mąż obrazić, że miała kochanka. Co? Kazimierz vrees voor die jaloerse echtgenoot is niet nodig. Lydia's man is al een paar jaar geleden overleden. Sindsdien zit ze hier, in hetzelfde land dat haar ooit uit Rusland weghaalde en naar het generaalgouvernement in Polen verscheepte. Onze kinderen hebben niet gewusst dat mijn vader in de Duitse Wehrmacht gediend had. Hij is ja dan später als kriegsgevangener naar Tabaschab, Tadschikistan gekomen, en wir als Deutsche ook naar Tabaschab. Wir uns kennengelernt und geheiratet, und die Kinder dann sind da zur Welt gekommen. Bis dann 1953 nach Stalins Tod sind wir nach Kasachstan zu meinen Schwiegereltern gezogen. Und wir haben unsere Kinder auch nie erzählt, das, was wir da in Deutschland erlebt haben. Weil das war eine große Schwierigkeit für die Kinder, für ihr Schicksal im Voraus, was werden die also verfolgt, oder wie soll ich sagen, werden auch nirgends gut angekommen, nicht bei Arbeit, nicht, also gar nichts. Die wussten auch nie, dass unser Schicksal, was wir durchgemacht haben, unsere Kinder, bis wir nach Deutschland wieder zurückgekommen sind. So, Sie haben niemals davon geredet? Nein. Aber was wussten die Kinder von ihren? Dass wir in Stare Russa geboren sind und dass wir im Krieg hier waren, und das war alles. Im Lager gewohnt und gearbeitet, und so, das war nichts. Aber von unserem Schicksal, wie wir da in Polen, das wissen die Kinder auch nicht. Haben Sie versucht zu vergessen, dass Sie Deutsche waren? Nein, das kann man nicht vergessen. Innen drin ist man ein Deutscher, aber mit diesem, die Schule und später Studium und die Umgebung immer unter Russen und gearbeitet unter Russen, da ist man schon ein Russe geworden.
so im Sinne. Also ich fühle mich jetzt nicht Russin und nicht Deutschen.